Ja, het was gewoon al met al met alles bij elkaar gewoon een mooi jaar. Jammer dat je niet kan afsluiten met de Europese prijs. Maar ja, dat is zonde. Maar uiteindelijk mogen we wel terugkijken op een mooi jaar. Het nemen van de spelers, want je bent hier vandaag voor het laatst. Nee, ik kan natuurlijk op het einde van het seizoen afscheid genomen van alle spelers. Ja, en dit was gewoon een bonus dat ik nog even de jongens kon zien eigenlijk. Want hoe ziet het eruit? Je gaat naar Japan, maar voorlopig speel je daar nog niet. Hoe ziet het eruit? Nee, ik ben nu aan het wachten op mijn visum. Zodra ik mijn visum binnen heb, dan ga ik vertrekken naar Japan toe. Daar ga ik in eerste instantie trainen. 15 juli gaat daar de transferperiode open. Vanaf dan ben ik speelgerechtigd. En als ik het goed heb, is 16 juli een wedstrijd, een thuiswedstrijd. En die zou ik mogen spelen. En anders in de buurt tegen Paris Saint-Germain, tegen Messi en co. Ja, nou, ik weet niet of die jongens meekomen, maar ja, anders tegen hen. Je bent er ongetwijfeld ook geweest in Japan. Nog niet? Nee, ik ben nog niet in Japan geweest, dus voor mij gaat dit ook een eerste keer worden. Dus je gaat naar een club, dat heb je denk ik nog nooit meegemaakt. Zeker omdat je natuurlijk in Nederland altijd gespeeld hebt, waar je eigenlijk toch niet weet waar je in terecht komt. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik heb met Alex Schalk, die zit daar. Heb ik contact gehad, ook gevraagd van hoe is het daar, hoe gaat het daar. En nou, dat zijn eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Hoe de mensen daar zijn, hoe respectvol ze zijn, hoe daar wordt geleefd en ja, wat ik daarvan verwacht. Ja, ik durf er verder niet veel van te zeggen, maar ik ga daar wel met een open mind naartoe, zou ik maar zeggen. Ik laat alles op me afkomen en ik sta er gewoon voor open. En dat is denk ik het belangrijkste. Want je hebt heel veel dromen in je leven verwezenlijkt. Eén droom was voor Feyenoord spelen en de andere droom buitenland. Waarom trekt het buitenland je zo? Nou ja, mijn broer heeft in het buitenland gespeeld. Die heeft daar een bepaalde ervaring mee gehad. En dat heb ik van dichtbij mogen meemaken. Ja, en dat trok mij heel erg. Ik denk van ja, nu ben ik voetballer en dan wil ik ook een keer weten hoe het is en die ervaring opdoen. En ja, die kans heb ik nu. En ja, Japan is wel weer een hele andere kant op, maar toch ja, het lijkt me wel heel erg vet om dat mee te maken. Ook omdat je daar nooit komt, je weet niet hoe het daar gaat en ja, hoe ver is het dan als je het wel kan meemaken. Kies je dan ook voor het avontuur? Want ik bedoel, toen je klein was, droomde je misschien van Engelse competitie, Duitse competitie. Maar dit is dan ook het avontuur? Ja, dit is zeker het avontuur. Natuurlijk, als je klein bent, hoop je op Spanje, op Engeland, op al die competities. Alleen op een gegeven moment... Dan wil je ook een keer naar het avontuur gaan kijken als je weet dat dat een heel moeilijk verhaal wordt of dat je in de onderste regio terechtkomt van zo'n competitie. En ja, daar wil ik ook niet meer. Hoe kijk je terug op je 2 jaar Feyenoord? Ja, eigenlijk toch wel met trots als ik zo erop terugdenk. Eerste jaar moeilijk gehad, na de winterstop, toen ging het eigenlijk pas lopen. En vorig jaar natuurlijk een jaar gehad om nooit te vergeten. En, dat is ook wel wat blijft hangen, denk ik. Maar geen prijs gepakt? Ben je nog wel eens wakker geworden van die kans in Tirana vlak voor tijd? Ja, de eerste paar nachten wel. Maar ja, uiteindelijk zal dat altijd door je hoofd blijven spoken. Alleen ja, je kan het niet meer terugdraaien. En nu ga ik naar een topclub in Japan toe en hopen dat ik daar wat prijzen kan pakken. Trots overheerst wel over met name ook vorig seizoen. Ondanks geen prijs pakken, het mooie Europese jaar waarin ja, ook jij een hele belangrijke rol hebt vertolkt. Ja, nee, ja, zeker, absoluut. Het was vorig jaar een sportief en supermooi jaar met de groep die we hadden. Nou ja, ik denk dat ik nog nooit in een groep heb gezeten waar de klik zo goed was. Dat is Jens, denk ik. Justin Bijlen. Oh, Justin. Waar de klik zo goed was. Dus ja, het was gewoon al met al met alles bij elkaar gewoon een mooi jaar. Jammer dat je niet kan afsluiten met de Europese prijs. Maar... ja, dat is zonde. Maar uiteindelijk mogen we wel terugkijken op een mooi jaar.